sir. Yo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag gaan we weer een pakketje openen. Want ik werk natuurlijk samen met bol.com. En zij hebben weer een headsetje opgestuurd. En ik ga jullie tonen hoe chill deze headset is. Vorige keer heb ik ook een headset op YouTube geplaatst. Maar dat was een van de duurdere categorie. En nu heb ik een headset in voor de goedkopere categorie. Het gaat om de HyperCloud 2 headset. Ik heb hem nog niet getest. Ik heb hem wel open gemaakt. Zodat ik zo meteen niet meer de struggles heb om open te doen. Dus we gaan eens de specs gaan bekijken van deze headset. In de beschrijving kan je dus een link vinden met mijn gaming gear die ik gebruik. En als je op die link drukt, word je doorgewezen naar bol.com en kunt u deze headset gaan bekijken. Als je de doos gaat openen, dan zit er eigenlijk nog een doos in. Oh la 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 la. Dus deze doos, ja, dit is eigenlijk de verpakking, maar dan zit er hier nog een doosje. En deze doos vind ik echt er sick uitzien. Ik weet niet wat het is, maar als ik bij mij op mijn kamer kijk, dan zie je eigenlijk allemaal dozen staan van headset, van andere gaming gear. En deze komt er ook bij, maar ik vind hem er super vet uitzien met daarop Hyper op. En we zullen hem even openen en zien hoe het headsetje er ook uitziet. Kijk, ik heb mijn camera even naar beneden gedaan. Je ziet hier mijn microfoon, maar dat is niet ter plaatse nu. Er zit prachtig piepschuim in. Of ja, piepschuim. Ik weet niet hoe je dat. In de vorige video wist ik ook niet hoe het heette. En nu weet ik het nog steeds niet. Handleiding, maar dat heb je niet zo nodig. Zakje voor je headset schoon te maken. Ik weet eigenlijk niet waar dat dient. Congratulations on joining the Hyper Family. Nou, heel prachtig. Maar dat hoeven niet. Het gaat hier om de headset. En je ziet het. Ja, de headset. Er zit deze keer geen Mix MB, maar dat maakt de headset wel ook goedkoper en de kwaliteit blijft eigenlijk wel even goed. Alleen hebben we nu geen Mix MB. Je hebt een prachtig microfoontje erin zetten, zodat je kan praten met je vrienden in de PlayStation, op de PlayStation. Dan heb je hier nog een stekkertje, ik weet niet voor wat het ding, ik denk eigenlijk... Ja, ik weet het eigenlijk niet voor wat het dient. Kom er zo op terug. Ik zal het eens bekijken voor wat het dient. Dan, verder, zit er nog oorkapjes in. Dus die kan je gewoon op je headset doen. Ter vervanging. Je kan kiezen. Er zitten nu wel al twee op. Maar wil je iets zachtere, dan kan je ze gaan vervangen door deze. En ik moet zeggen, dit... dit voelt echt zacht aan. Ik denk dat ik deze wel eens erop ga plaatsen. Want ze voelen echt zacht aan hoor. Dat is niet te geloven. Het is precies zo'n dekentje van schapen hoor. Ik weet niet wat het is. En dan heb je hier de prachtige headset. Je ziet het, Hyper staat weer op de bovenkant. En je hebt hier ook het logo van Hyper ook. En ik moet zeggen, de kussentjes voelen al heel zacht aan. Dus je kan het zien, ik kan er echt... gewoon op drukken. Het is echt zacht, joh. Het is ongelooflijk. Waarschijnlijk is het echt een goede headset. En het design is echt ook mooi. Maar deze headset wordt aangesloten met een kabeltje. Dus die kan je zo in je PlayStation gaan doen. En ja, het ziet er echt super sick uit. We zullen hem eens gewoon op mijn hoofd zetten. Oké, ik doe even mijn headset hier af. Die andere, dus die vorige headset. En we zullen eens... de nieuwe opzetten. En waarschijnlijk, wacht, links, rechts, de omgekeerd, is hij echt zacht. Oh, je voelt echt chill aan. Hij voelt rustig op je hoofd, vind ik. Je zit zo makkelijk. Het is echt zacht gewoon. Maar je hoort jezelf al wat praten. Dus hoor je liever jezelf praten terwijl je aan het gamen bent. Dan moet je wel zeker deze kopen, want sommige mensen houden van dat je jezelf hoort in je praat. En sommige houden daar echt niet van. Ik wil ook nog even bijzeggen dat deze headset, dat je die kan gebruiken op de PlayStation 4, de Xbox, de Nintendo Switch. En op je computer en op je Android smartphone. Deze headset kost ongeveer rond de 88 euro. Dus
Ja, het is wel een redelijk goedkope prijsklasse voor een headset. En ja, hij voelt wel chill aan. Maar we zullen hem nog even uitchecken in een Call of Duty potje. Dus ik zie jullie in een potje. Alright, we zijn aangekomen in een potje en het is de Marokko. En ik weet niet wat. Nee. We're winning this. Entanglement set. Beter kan uit mijn mond houden deze video. Beter kan. Ik ben gewoon across the map. Damhart! Nee! Nee! Ik hoor hem. Waar ben je vriend? Ik zie naar boven gaan. Jongen, jongen, jongen. Ik ben gewoon across the map. Damhart. Dit is gewoon erg. Dit is echt erg, jongens. Oh. My fucking god. Ah, GG, vriend. Ik kan er niks anders op zeggen, maar. GG. Alleen vind ik het niet leuk. Oh my fucking god. Ik kan het nog steeds niet geloven, hè. Across the map gedomhaakt worden. Oh my god. Ah! Waarom ben je niet dood, vriend? Oké, okay, we doen het over de across the map tomahawk. We zullen onze payback halen. Maar ik zweer dat als we nog één keer nu across the map tomahawk worden in dit potje, dan dan schiet het mijn billen vol. Waar ben je, vriend? Wat is dit voor potje? Ik zweer het je, dit is echt het. Wow! Dit is echt een erg potje gewoon. Dit is gewoon een horror game. Dat kan je eigenlijk niet meer. Wacht, even een korte samenvatting van deze video tot nu toe. We zeggen across the map tomahawk. Ik schrok me kapot. Ben je een knife kill? En we werden voor de tweede keer bijna gecrossed met Tomahawk. Ik zweer het je, als ik nog één keer, ik zweer het je, als die Tomahawk nog één keer zo raak had, word ik echt, ook echt zo ontzettend boos. Dan sluit ik echt mijn PlayStation gewoon af. Ik zweer het je. Dat is die Tomahawk haast. Nice, lekkere kill. We gaan het wel niet verliezen. Tempest is ready to fire. We're winning this. Okay, nice. Gebruik, gebruik teammates. Nice. UAV standing by. UAV, nice. Komt er hierin, kom, ik hoor erin. Ik zit erboven, achter me. Oké, okay, teammate heeft hij. Zit er hier twee boven? Oh my fucking god. Threat clear. Oh my god. En terug. Ah, lekkere kill bro. Lekkere kill. Oké, let op voor hier. Oké, systems zijn hacked. Niet letten op de minimap, Ryan. Verwar me altijd erin, hè. Dat is een sniper in de. Wat? Ah nee, dat is zo man. Laat maar. Ik heb wel mijn Tempest, maar ik kan niks doen met die hack. Ik hoor die tomahawk naast me vallen! Ik hoor die tomahawk naast me vallen! Hostile UAV circling. Enemies. Echt, die hack duurt zo ontzettend lang. Oké, okay, Tempest. Tempest safety disengaged.
Nee! Nee! Ah, kakzooi! Cutknife! Oh, je heeft ook gewoon twee tomahawks aanstaan. Maar hoeveel gaan we? 16-10. We gaan echt slecht, maar ik vind het... Ik vind het zo grappig gewoon. Ik vind het potje gewoon zo grappig. Lekker teammate. Echt een ninja. Het potje zit er wel bij me op. Ik ga wel niet verliezen. Jaa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 
Disabled seeker mine. Hebben we geraakt? Ik kom terug, hoor. Let maar op, let maar op. Oh nee, dat is Tomahawk cast. Die heeft de knife. Die heeft de knife. Oké. Ah, kutzooi. Waarom reed dat karretje gewoon langs hem? Ik heb ook nooit iets aan die karretjes. Ik hoor altijd een karretje. Mijn karretjes rijden gewoon maar langs. Ik hoor hem. Ik hoor je omroepen, vriend. Ik hoor iemand onder mij of zo. Hallo? Waarschijnlijk was mijn teammate. Assault packs down. Come get it. Oh, daar komt hij. Nee, niet omhaken. Ah. Als je boven staat, kan je echt de onderste dingen niet zien van die trap. Ik vind het altijd naar. In één keer zie je hoofdje boven komen. Ah, kut, sorry. Die zou het zo weer zo staan. We hebben het potje verloren. Oh my god. Ja. Nog één enemy kill en ja, het is afgelopen. 52. Echt? Ryan. Daar ben ik. Daar ben ik. Als jij me hebt. Ik heb dezelfde familie que toi. Je te jure. Ik m'appelle Thibaut de Bakker. Ryan. Waarschijnlijk heb jij me hebt. Je t'en ami, sérieux. Et je suis désolé pour le cross. Oui. Yes, oui. Nee. Ik versta echt niet wat hij zegt. Het is een Frans, het komt erop neer dat hij van me getomaakt heeft. Ah, oh, dat was echt zo erg, maar GG vriend. GG. Dus, hebben jullie genoten? Doe zeker een duimpje omhoog. En ik vind deze headset zeker zijn geld waard. 80 euro kost die. Dus check de link in de beschrijving. En we zijn gewoon Tomahawk across the map. We hebben fucking geschrokken van een knife kill. Dus duimpje, belletje, abonneren. 3 dingen dat je hoeft te doen. En tot de volgende keer maar weer mensen. Bye bye.